Gaan de vogel maar een bosje bloemen halen. En dan gaan we gezellig op visite bij mijn broer Koen en mijn schoonzusje Gerry. En ook ben ik bedreigd geweest. Ja, door iemand hier uit de buurt. Ik noem geen namen. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ik ga zometeen Kandalf even eten geven en achter de deur doen. Dan ga ik met de meisjes uit. Daarna mag Kandalf naar buiten. En dan ga ik op de booster. Gaan ik eerst aan de foam maar een bosje bloemen halen. En dan gaan we gezellig op visite bij mijn broer Koen en mijn schoonzusje Gerry. Ja, en ik heb weer gepoedeld en gedaan. Ik heb weer een schone rok aan, mijn roze. Schoon topje erbij. Ik heb een aantal van die zwarte dingen. Dat jullie niet denken van ze heeft alweer hetzelfde zwarte topje. Ja, ze zijn hetzelfde. Daar kan ik ook niks aan doen. Maar het is wel eens schoon hoor. Ja, dat jullie dat wel weten. Dat ik geen, want ik heb hem. Nou, hoe lang heb ik nou allemaal zwarte naam? Ik weet het niet. Maar het wordt steeds ook gewassen, dus ja. Ook degene die ik gisteren aan had, nou, die zit alweer in de wasmachine. En ook, ja, is dat helemaal goed. Dus die is morgen dan ook alweer droog. Ja, en ik heb nog meer zwarte topjes in mijn kast liggen. En ze zegt enkel helaas allemaal hetzelfde. Maar ja, beter allemaal hetzelfde en toch een schone, dan helemaal geen schone. Ja. Hé, Kandalf? Ja. Dus ja, de meisjes zijn ook vandaag verder alleen. Kan ik niks aan doen. Ja, ook ik heb eens een keer andere dingen te doen. Wat ik ook leuk vind. Maar in ieder geval, de zonnescherm heb ik naar beneden. Dus het is niet echt overdreven warm. Bij de poort is het 30 graden. De zon die schijnt, de lucht is blauw. Ik zie daar een beetje een witte streep lopen. We gaan aan Google vragen. Het was er net 21 graden. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De huidige temperatuur in Den Helder is 21 graden. Alsjeblieft. Mooi, nou ja, dat heet toch weer in de pocket, of niet dan? Maar oké, de meisjes die lopen te zeuren, althans Rijka en Kandalf die wilt eten. Dus we gaan gauw aan de gang. Dus ik zou zeggen, we spreken elkaar sowieso aan het einde van de dag weer. Want dan ben ik gewoon weer terug. Ik zou zeggen, tot dan en geniet van je dag. Ja, lieve vrienden. Het is alweer reeds avond en ik had jullie beloofd om aan het einde van de middag weer terug te komen bij jullie. Maar dat heb ik helaas niet kunnen doen, want er is heel wat gebeurd. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik ben ook nog vanaf mijn broer en mijn schoonzus, Koen en Gerry, ben ik nog naar een andere vriendin geweest. Die heb ik eventjes ergens mee geholpen. Want die wist niet hoe en wat er gedaan moest worden. En ook ben ik bedreigd geweest. Ja, door iemand hier uit de buurt. Ik noem geen namen. Maar ik heb wel in ieder geval een melding ervan gemaakt bij de politie. Dat heb ik wel gedaan. En ik was een beetje helemaal overdonderd, want ze hebben mij niet te bedreigen. Nee, en dan denken ze ook nog dat ik bang ben. Nou, ook dat ben ik niet, nee. Ik mag dan wel minder verlieden wezen, hè? Die persoon die mij dus heeft aangesproken. Nou ja, het was niet aanspreken, maar ik ben gelijk ook iets wat ik niet wil herhalen, want ik hou helemaal niet van zulke soort woorden. En ik ben het ook niet, nee, waar die mij voor uitmaakte. Het is een hij, het is een manspersoon. Maar het woordje man is die niet waardig. Nee, en ik hou hem al, nou, ruim 3 jaar in de gaten. Ook om iets anders, niet omdat hij mij wat heeft aangedaan. Nee, hij doet wat, hij doet iets aan bij een viervoeter van hemzelf. Nou, zo ga je niet met dieren om, maar ja, hij wel, want hij gaat zelfs met mensen zo om. Ja, en daar heb ik in onderlijven dus ondervonden. Maar ik heb er in ieder geval een melding van gedaan bij de politie. En als het weer gebeurt, moet ik de politie ook gelijk weer bellen en weer melden.
Totdat hij vandaag of morgen bezoek krijgt van oom of tante agent. Dus ja, dat wou ik wel even kwijt. En ik laat me niet intimideren door deze persoon. Nee. Want hij stond, nou, eerlijk waar, als dit zijn hoofd is, hè? Nou, doe maar even zo. Als dit zijn hoofd is, stonden we zo voor elkaar. En ik keek hem recht in zijn gezicht aan. Ik zei, moet ik nou bang voor je worden? Ik zei, nou, ik dacht niet, ja. Ik zei, je moet me één vinger maar aanraken. Ik zei, maar dat doe je niet. Maar hij wou me dus pakken. Nou ja, dan pakt hij me toch? Dan had hij het meteen moeten doen. Maar nee, hij had een viervoeter bij hem. Ja, nou, en ja, het was even bizar, laat ik het zomaar even benoemen. En nu moet ik nog al met al een vlog in elkaar zien te zetten. En ik kreeg het even niet voor elkaar, omdat ik, mijn hoofd dat is daar nog steeds mee bezig, maar ik moet met die vlog bezig, maar omdat het ergens anders mee bezig is, kon ik het niet bij elkaar vinden, want ja, ik vlog ook af en toe met mijn mobiel, et cetera, en ik vlog met deze. Nou, de films met die nieuwe camera is weer heel anders met de datums, dus, dan mijn, met mijn mobiel. Dus het was even uitzoeken. 10:55 heb je het en jij bent 5 minuten achter. Moet ik ook weer mee aan de gang terugzetten. Ja, oké. Ja, ben je klaar? Nee? Nou wel? Goed zo. Dus ja, het was even goed bizar allemaal. Maar ja, nou moet ik het een beetje weer op een rijtje krijgen. Ik heb die filmpjes nou gevonden voor die vlog die ik nou in elkaar moet gaan zetten. Ik dacht eerst van, heb ik nou maar 1 keer gefilmd die dag en dan alleen nog maar bij het water, bij met de meisjes. Ik dacht, nee, er kwam veel meer van tevoren af aan. En ik was het hele boekje even zoek. Ja, en dat komt door die meneer die mij geïntimideerd heeft en bedreigd heeft. Ja, en ik heb niks fout gedaan. Nee. Maar ja, onder die vlog zijn er een aantal die hebben het voor me opgenomen ook. Dus ja, ik weet het niet. En het zal hopelijk weer op zijn pootjes terechtkomen. Maar ik ben dus al een paar jaar aan het zoeken naar zijn adres. Om te achterhalen waar hij woont. En ik weet maar de helft en de andere helft weet ik niet. Maar oh jongen. Het is namelijk zo, meneer, ik blijf even netjes. Ik heb het allemaal doorgegeven hoor. En ik ben niet de enige die het gezien heeft. Nee, er zijn meerdere mensen hier in de buurt die jou al in de gaten houden om dat ene voorval waar ik je ook voor heb aangesproken. Er zijn er een heleboel. Het is maar even dat je het weet. En ik weet dat je me volgt. Want anders had je ook niet onder die vlog kunnen reageren. Dus ja, de kinderen zullen het wel door hebben gegeven. Hè, die hier kwamen lezen wat er op mijn sticker stond. Op een A4 formaat staat het geschreven. Opgelet aan, met de uitroeptekens. Ik ben een vlogster. Ik vlog zowel binnen... Zo op buiten. Dus, het is aan hun. Ja, als ze ze niet op willen, dan moeten ze bij mij aan de beurt blijven. .nl. Ja. Maar oké, lieve vrienden, even andere dingen. Ik heb een hele fijne middag gehad. Het was gezellig. Het was top. Dankjewel, Gerry en Koen. Het was echt helemaal gezellig. Ja. En ik had voor mijn schoonzus... Weer is het anders gekocht, in plaats van bloemen of wat dan ook, had ik een plant gekocht. Maar wat voor een? Een ananasplant. Dat is leuk. Ja, krijg ik ook nog te horen dat een ananasplant ook heel goed schijnt te helpen voor mensen die snurken. Dus ja, dan moet je hem op je slaapkamer zetten. Wie weet. Dus ja, ik zou zeggen, niet geschoten is altijd mis.
probeer het uit. Dus ja, helemaal leuk, geweldig. Nou, en ja, toen ben ik bij een andere vriendin nog even geweest om haar even te helpen. Want ze wist niet hoe ze moest abonneren op, een, op YouTube. Nou, heb ik dat voorgedaan. Maar ja, het werkt bij haar ook heel anders, want ze doet het met de televisie. Ja, toetsenbord, computer staat op het bureau en dan op de televisie. Ja, maar en dan heeft ze nog een vol in leven, valt wel mee. Maar die muis die zie ik overal heen vliegen. Daar heb ik op de computer geen last van. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En een hele fijne avond verder nog, wat er van over is. Er zijn al mensen die al naar bed toe gaan. Dus voor hen zeg ik, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. En voor de rest die nog op zit, idem dito, ook voor later op de avond. Welterusten, slaap lekker en mooie dromen. En tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!